Dit programma wordt u aangeboden door Centerparks. Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Thuis in Limburg vanuit Centerparks Erperheide in het Belgisch-Limburgse Peer. Vandaag de gast Paul Dupla, burgemeester van Heerlen. Jean Henkes, huisbioloog van dit centrum en van alle centra van Centerparks. En we stellen u nu vandaag een jeugdster voor, een geweldenaar. 12 jaar en een geboren artiest. Maar eerst gaan we kijken naar onze eigen Patrick Smeets, die weer losgaat in de provincie. Die op zoek gaat naar verborgen dingen die mensen in hun bagage hebben terwijl ze op vakantie gaan. Uw aandacht voor alle remmen los. Waar kom je vandaan en waar ga je heen? Ik kom uit Zoetermeer en ik ga naar Salau. Oké, je hebt hier ook ergens een stereo in zitten in je tas? Ja, klopt. Hier zo, ja. In deze. Mogen we die even zien? Wij zijn sowieso benieuwd wat er allemaal in je tas zit, eigenlijk. Oh, moet ik mijn hele tas gaan laten zien? Nou, dat hoeft niet per se, maar we kijken wel hoe ver we komen. Kijk. Ah, dat is gewoon zo'n los ding. Ja, klopt. Met Bluetooth. Ja. Ik heb die vraag al gesteld, maar ik ga hem jou ook stellen. Wat doe je nou als er dadelijk iemand naast je zit in de bus die ook zo'n ding heeft? Ja, dan moeten we even afspreken wat we gaan opzetten. Ja, en dan ga je gewoon een muntje gooien om te kijken wie je eerst mag. Ja, bijvoorbeeld. Allebei een uur. Dat kan je doen. En als je nou echt super vervelende muziek draait, wat dan? Die persoon? Ja. Ja, weet ik. Ik zou het niet weten. Nee, maar ik vraag me dat echt. Ja, dat is een moeilijke situatie inderdaad. Je moet me dat echt uitleggen, man. Wat is er nou mis met koptelefoons? Ja, helemaal niks eigenlijk. Waarom hebben jullie dan allemaal zo'n ding? Ja, weet je niet. Het is mooier geluid op deze manier, vind ik zelf. En zo kan iedereen meegenieten. Ja, maar als je er... Ja, ik hoor het vanzelf als iemand het niet leuk vindt. Zo simpel is het. Ja, is dat zo? Ja, denk zegt er iemand van, hey man, zit daar shit. Denk het wel, als hij het niet leuk vindt. En okay. als hij het echt niet wil horen, kan hij er toch iets van zeggen. En als het, Nou, dat is waar. Maar goed, even genoeg over de muziek. Voor de rest, je hebt een vrij groot koffer bij je. Ja. Zit er iets spannends in? Of is het alleen maar kleren, handdoeken? Ja, dat is het echt alleen maar. Niks spannends. Twee condooms misschien, dat is het misschien het spannende. Twee maar? Ja, ik heb er maar twee en de rest hebben van vrienden. Dus je hebt de voorraad er liggen, maar twee voor het geval. Ah, je weet nooit wat er gebeurt. Precies. Stel je voor, je loopt hier rond en je loopt iemand tegen het lijf. Ja, bijvoorbeeld. En je valt erin. Of ik ga uit inderdaad in Salau. Heb je wel goede hoop over je kans in Salau? Ik heb er helemaal niet over nagedacht eigenlijk. Ik ga het allemaal zien. Oké. Is het de eerste keer dat je gaat? Ja, dat wel. Dat wel? Ja. Van tevoren wel, neem ik aan, met je ouders naar het buitenland geweest. Maar nooit met vrienden alleen. Oké. En je hebt er wel zin in, neem ik aan? Ja, sowieso. Ja, heel veel. Echt heel veel. Dat geloof ik. Wat heb je nou hierin bij je naast de speaker om je in de bus te vermaken? Er zit gewoon wat eten in. En hier een wc-rol, voor als wc-pil op is eventueel. ik heb een Playboy. Ik heb een Playboy bij me. Wat? Ja, een Playboy. Zo'n blaadje, je kent het toch wel. Hier, kijk. Een Playboy met Stacey Rookhuizen. Oh, mag ik die zien? Die heb ik nog niet gezien. Dat is de kersteditie, dat is wel wat ouder. Vertel jij anders even waarom dat je een Playboy... Hou vast. Ja, gewoon voor de lol eigenlijk. Voor de lol? Ja. Want daar zit geen bedoeling achter of zo. Hè? Gewoon even naakte vrouwen kijken. Ja, bijvoorbeeld. Ja, moet kunnen toch? Ja, precies. Tenminste, want ik neem aan dat je niet in de bus de hand aan jezelf gaat slaan. Dat lijkt me niet relaxed. Dat is een beetje aanstootgevend ook als ik dat in het midden van iedereen ga doen. Dat is geen goed idee. Ja. Ja, ik vind het toch verdacht hoor. En die Playboy en dat wc-papier. Nee, ik snap het. Maak een hele verkeerde indruk. Ik wou net zeggen, ik weet niet of de mensen thuis je nou echt gaan geloven als je zegt dat je niks van plan bent. Denk je ook dat je iets mee terug gaat nemen in je koffer? Wat je nu niet bij je hebt, maar wat je daar gaat aanschaffen? Nee, ik zou het eigenlijk niet weten. Ik heb alles meegenomen. Zover ik weet. Ja. Misschien nog een strandbal nog. Ja. Ja. Hey, je bent op alles voorbereid. Ja, eigenlijk wel. Ja, want zelfs op... Als je daar bent, of je nog scoort of niet, je hebt altijd wat te doen. Ja, jij bent goed voorbereid. Ja. Nee, dat lijkt me duidelijk. Oké. Hey, goede reis. Nee, bedankt meneer. Ja. Dat...
Ja, alle remmen los met Patrick Smeets. Een beroep waar je niet alle remmen los kunt gooien, dat is natuurlijk het beroep van burgemeester. En dat zal beaamvoerd worden door de burgemeester die hier aan tafel heeft plaatsgenomen, Paul Dupla. Welkom, burgemeester van Heerlen. Eerst nog even vragen, gaan we elkaar tutoyeren? Want er zijn burgemeesters, van Maastricht bijvoorbeeld, die willen niet meer getutoyeerd worden. Dat moet excellentie zijn of heer burgemeester. Wat gaan we doen? Gewoon, ik ben Paul Dupla. En dus Paul, dan tutoyeren we elkaar, Paul. Ja, wij moet. Nou, nogmaals, welkom hier op Centerparks. Laten we beginnen bij het begin. Je hebt politicologie gestudeerd. Ja, dat klopt. In Nijmegen. In Nijmegen. Dan heb je dat gedaan en dan kom je in die maatschappij terecht. Hoe kom je dan weer uiteindelijk in die politiek terecht? Want dat is natuurlijk niet voor de hand liggend. Nee, iedereen denkt natuurlijk als je politicologie hebt gestudeerd, dan is dat een soort beroepsopleiding voor politici. Nou, eigenlijk niks is minder waar, want er zijn maar heel weinig politicologen die uiteindelijk echt de politiek ingaan. En dat is eigenlijk ook een beetje toeval. Je bent actief in een politieke partij. Je wordt gevraagd om te komen werken in Amsterdam bij het hoofdkantoor om mee te doen met de campagnes. Daar in feite eigenlijk je deskundigheid in te zetten om hoe kun je verkiezingen goed laten verlopen. Hoe kun je kiezers aangeven waarom ze op jouw partij moeten gaan stemmen. En dan rol je langzaam maar zeker van het een in het ander. En dan zeggen ze na verloop van tijd ook, ja, je hebt nou zo vaak geadviseerd, waarom ga je zelf niet eens een keer echt de politiek in? En dat heb ik gedaan in Nijmegen. En dan rol je daar ook weer van het een in het ander. Je wordt raadslid, dan word je wethouder. Ja, en dan na verloop van tijd vragen ze om een keer burgemeester ergens te worden. En dat heb ik met heel veel plezier gedaan. Maar één ding moet je echt altijd weten. Politiek is iets van toeval. Je kunt het niet plannen. Carrières zijn niet te plannen in de politiek. Ze hangen van zoveel toevalligheden af. En met zoveel toevalligheden samen. Dat ik iedereen altijd adviseer. Denk niet dat je nou een carrière kunt plannen in de politiek. Want dan kom je altijd van de koude kermis thuis. Zorg ervoor dat je ervan geniet. Want dat is hartstikke leuk. Grijp de kansen als ze zich voordoen. Maar weet altijd goed waarom je het doet. En dat is voor de mensen die in je stad wonen. Of de mensen die op je gestemd hebben. Wat we nog niet vermeld hebben, je bent eigenlijk van socialistische afkomst. Jouw partij is de PvdA. Dat is ook niet meer alledaags dat mensen gewoon aan één partij vastgeklonken zitten. Maar daar zullen we het niet over hebben. Je komt ook uit een politiek nest. Hè? Je opa was minister, je broer was wethouder, heb ik begrepen. Was dat een rooi nest waar je vanuit kwam? Nee. Want mijn opa die was inderdaad actief geweest als Kamerlid. En ook nog enige tijd als minister. Maar die was voor de Katholieke Volkspartij. Dus wij komen oorspronkelijk eigenlijk uit een katholiek nest. Katholieke familie. Een groot gezin ook. In de jaren 60, jaren 70 merk je ook aan je ouders dat er toen heel veel veranderde. En toen mijn ouders ook de stap hebben gezet eigenlijk van de KVP naar de Partij van de Arbeid. Je ouders hebben dat al gedaan. Het is niet vanuit rebelsheid geweest zoals dat in veel gezinnen voorkomt. Vader. Nee, eigenlijk niet. Maar mijn ouder broers, ik ben de jongste van een gezin van 6 kinderen. Mijn broers die ouder waren, die hebben nog wel radicaler dan de Partij van de Arbeid zijn die geweest. En die zijn langzaam maar zeker tot bezinning gekomen. En ik had die tijd niet nodig, want ik heb eigenlijk, zou je kunnen zeggen, meer afgezet tegen die rebelse broers. En kwam dus direct uit bij de Partij van de Arbeid. Ja, en daar ben ik nu al 25 jaar lid van. Ja, dan word je op enig moment burgemeester in Heerlen. Dan moet je dat loslaten, dat wethouderschap. Dat is toch wat anders dan een burgemeesterschap, want dan moet je eigenlijk boven die partijen staan. Hoe is dat bevallen? Nou, eigenlijk heel erg goed. Ik ben 10 jaar lang echt wethouder geweest. 10 jaar lang ben je dan ook echt de eerste politicus. Dan ben je ook lijsttrekker geweest. Dan hebben mensen ook echt op je gestemd. Dan ben je ook iemand die van een partij is. En na 10 jaar denk je ook, nou, het is wel mooi geweest. Het is juist ook wel goed om er te staan voor de hele stad, voor alle burgers. Ongeacht de vraag op welke politieke partij ze hebben gestemd. Ongeacht de vraag wat hun politieke overtuiging is. Wat hun achtergrond is, wat hun afkomst is. Je staat voor al die mensen. En dat is eigenlijk, vind ik ook wel, na zoveel jaar partijpolitiek, vind ik dat eigenlijk een hele mooie plek om te doen. Een mooie positie om te doen in het burgemeesterschap. Juist een beetje weg van de hectiek. Van het altijd willen scoren, het altijd je eigen partijtje op de voorgrond zetten. Nee, het gaat echt om de stad, het gaat om de mensen in de stad. En je bent er van iedereen. Ja. En dat betekent dat je je politieke kleur iets moet verbleken. En je stedelijke kleur sterk moet versterken. En dan ben je die burgemeester, zoals je aangeeft, ja, je moet boven de partijen staan. Maar je moet je ook nog kunnen profileren naar je bevolking toe. Dan heb jij de pech gehad, maar tevens ook weer, durf ik bijna zeggen het geluk, de ramp met het loon. Dan word je plotseling geconfronteerd met iets wat nationaal nieuws wordt, internationaal nieuws wordt. En dan moet de burgemeester er staan. Hoe heb je dat ervaren? Ja, en men zegt ook altijd, hè, een crisis, die plan je niet, die overkomt je. Maar dan is er wel het moment als burgemeester om er echt te kunnen staan of er te moeten staan. En ik kan heel eerlijk zeggen, dan is het vooral voor een groot gedeelte ook je intuïtie volgen.
Je moet zeggen van, je moet niet te veel nadenken. Het is eigenlijk hetzelfde als een voetballer. Als een voetballer gaat nadenken hoe hij moet voetballen of hoe hij moet scoren, dan weet je één ding zeker, dan scoort hij nooit meer. En hetzelfde eigenlijk bij een burgemeester als er een crisis zich voordoet. Dan moet je heel goed nadenken natuurlijk, zou ik kunnen zeggen. Maar je moet vooral ook je intuïtie volgen. Je moet veel naar mensen luisteren. Je moet dicht bij mensen staan. Je moet herkenbaar zijn. Maar vooral volg je intuïtie, volg je gevoel in datgene wat je doet. Want dan komt het denk ik goed. En ik zie ook bij mijn collega's die het ook eens overkomen. De mensen die daar het sterkst uit zijn gekomen. Dat zijn de mensen die hun intuïtie hebben gevolgd. Niet kunstjes hebben gedaan. Niet te geforceerd zijn geweest. Maar gewoon dicht bij zichzelf zijn gebleven. Ja. Je hebt het voortreffelijk gedaan. Je lof alom natuurlijk. De profilering was prima. Maar je bent nu burgemeester voor alle mensen van Heerlen. Dat is natuurlijk heel snel gegaan door die ramp. Wat ook crisis, als we dat toch over hebben. Is jarenlang crisis geweest tussen Heerlen en Maastricht. We gaan niet op de oorzaken in. Maar er is een cultuurverschil tussen Heerlen en Maastricht. Hoe ervaar jij dat? Ja, het zijn twee steden. Twee verschillende steden. Met ook verschillende karakters. Je kunt het ook wel een klein beetje soms vergelijken met Amsterdam en Rotterdam. Of je kunt het ook wel vergelijken als we dichter bij huis zoeken in Brabant. Tussen Eindhoven en Den Bosch. Altijd wat spanning. Ja, en de een is een beetje chic en schön. En de ander is meer de werkersmentaliteit. Het jezelf moeten bewijzen. Dat zit natuurlijk toch meer in de aard van Heerlen. Ik vind het eigenlijk ook wel heel grappig. Ik zei net ook al, eens te vergelijken zeg maar hetzelfde als tussen Den Bosch. En Eindhoven, ik kom zelf uit Eindhoven, Onne Hoes komt uit Den Bosch. En nu hebben we onze posities in Maastricht en Heerlen. Die passen eigenlijk heel erg goed bij ook de plek waar je vandaan komt. Maar één ding moet heel erg duidelijk zijn. Je hebt allebei je eigen karakter. Je hebt echt ook je verschillen. Dat maakt het ook eigenlijk alleen maar goed, hè? Want je moet je identiteit hebben. Alleen, we hebben elkaar heel hard nodig. Want een sterk Maastricht is ook in het belang van Heerlen. En een sterk Heerlen is ook in het belang van Maastricht. En hetzelfde geldt voor Sittard-Geleen. We zijn één gebied. De tijd dat we met elkaar kunnen gaan strijden om allerlei zaken moeten we echt achter ons laten. Want als het bijvoorbeeld mis zou zijn gegaan, echt mis zou zijn gegaan met Netcar, dat ligt dan weliswaar aan Sittard, dan hebben onze mensen in Heerlen daar ook enorm veel last van. Als het goed gaat met bijvoorbeeld het financieel administratief cluster rond de pensioenen bijvoorbeeld, dan is het ook in het belang van Maastricht. Zoals het ook in het belang is van ons als Heerlen, dat Maastricht haar universiteit heel goed kan ontwikkelen. Niet haar universiteit, het is eigenlijk onze universiteit. Samenwerking is absoluut een must. We zijn een klein gebied. We hebben elkaar heel erg nodig om ervoor te zorgen dat we gezamenlijk vooruit gaan. En ik ben heel erg blij dat ik met mijn collega's Gerard Cox in Sittard-Geleen en Onne Hoes in Maastricht ook heel goed kan samenwerken. Want ik denk dat al onze burgers er belang bij hebben dat die drie steden elkaar opzoeken, elkaar versterken. En dan mag je nog één keer per jaar of twee keer per jaar mag je een geintje uithalen. En dat geldt natuurlijk bij het voetballen altijd. En ja, goed, dan zeg ik altijd, jongens, wij in Parkstad, wij voetballen niet op vrijdagavond. Wij voetballen op zaterdag en zondag als de Eredivisie voetbalt. En dat jullie in Maastricht en Sittard op de vrijdagavond nog voetballen. Het zij zo. Ja, dat vind ik heel schappelijk. Maar ik wil niet steuken, zoals we hier in Limburg zeggen. Maar is het niet zo dat Maastricht de komende periode eigenlijk heel veel meer nodig heeft dan andersom? Dan praat ik bijvoorbeeld over de opmaat naar via 2018. Maastricht culturele hoofdstad. Want ik heb een artikel gelezen recent in de NRC. Die eigenlijk de teneur had van eigenlijk moet Heerlen culturele hoofdstad worden. Want er gebeurt veel meer. Met name in de innovatieve kant. Ik denk wat het belangrijkste is dat Zuid-Limburg de culturele hoofdstad krijgt. Nou, dan moet je ook altijd weten dat bij die culturele hoofdstad, want die concurrentie is er ook nog steeds. Bijvoorbeeld met Brabantstad, met Utrecht, met Den Haag. Dus heel erg belangrijk is dat we met elkaar de handen in één hebben geslagen om ervoor te zorgen dat de culturele hoofdstad in Zuid-Limburg komt. Dan weet je ook dat je een uithangbord nodig hebt. En je weet ook dat Maastricht dan, zeker ook in de externe profilering, natuurlijk een prima uithangbord is. Maar culturele hoofdstad betekent ook, de inbreng van die innovatieve, meer experimentele kunst, zou je kunnen zeggen, in Heerlen. Zoals ook gelukkig, en daar ben ik ook heel erg blij mee, ook de regio's buiten onze landsgrenzen, zoals bijvoorbeeld Belgisch Limburg, Hasselt, Genk, maar ook Aken meedoen. Want we laten echt ook zien dat die Europese hoofdstad, dat hier in feite eigenlijk de Europa van de toekomst ligt. En laten we ervoor zorgen dat we het voor elkaar krijgen als regio. Wij dragen als Heerlen graag ons steentje bij. En ik weet ook echt best wel dat die kaarten en die troef van Maastricht alleen maar sterker is geworden door onze steun. Dat denk ik ook. Wat mij ook opvalt de laatste jaren, en dat was eigenlijk wel ingezet voor jouw periode, dat het imago van Heerlen
ernstig verbeterd is. Vroeger, en dan praat ik ook gewoon uit eigen ervaring, associatie, als je hele riep, dan riep je drugs, dan riep je overlast. Ja. Dat is ook verbeterd. Ervaar je dat ook zo? Hebben jullie daar ook veel te danken aan Maastricht, die zich eigenlijk nu geprofileerd heeft zelf als drugsstad van Nederland? Nou, ik denk dat het imago was er. En ik hoop dat we het imago, en ik weet eigenlijk wel zeker dat we het imago langzaam zeker achter ons laten. Maar het is wel, het imago komt te voet en gaat te paard. Dus het kost heel veel tijd en energie om het imago echt ook bij iedereen duurzaam verbeterd te laten zijn. Ik ben heel erg blij dat we de titel van drugstad kwijt zijn. Dat heeft heel veel energie gekost. Vooral ook van mijn voorgangers. Die verdienen daar alle lof in. En alle lof voor de energie die ze erin hebben gestoken. Aan mij is het om dat vast te houden. Daarom ook heel veel strijd tegen illegale hennepplantages in mijn stad. Want dat is echt onacceptabel. Dat moet je niet toestaan. Dat moet je niet accepteren. We moeten ervoor zorgen dat mensen ook echt de trotsheid weer hebben op hun stad. En ik denk wat één ding wat we de komende tijd nog verder moeten versterken is ook het besef van ons verleden en de trots op het verleden. Heerlen is niet zomaar een stad die in één keer ontstaan is. Nee, die stad kent een geschiedenis. En pas als je die geschiedenis een plek in de beleving van mensen geeft en mensen laat vertellen, dan ontstaat er veel meer herkenning en waardering voor die stad. Ja, want daar heb ik me altijd over verbaasd. Die naam Oostelijke Mijnstreek, dus Westelijke Mijnstreek, is ook zo gebeurd. Daar moesten we vanaf plotseling en niemand wist waarom. Dan moest snel alles neergehaald worden. Er is niks meer eigenlijk te zien, althans heel weinig, van de mijnindustrie die we hier hebben gehad. Dat is toch doodzonde? Enorm zonde. Ik denk dat we, toen de tijd in de jaren 70, jaren 80, toen die mijnen sloten, een soort beeld was, wij moeten dat hoofdstuk van de geschiedenis zo snel mogelijk niet dichtslaan, maar wegscheuren. En dat is nooit goed. Ook ondanks alle goede bedoelingen. Hè, van zwart naar groen, van mijnbouw naar parkstad. Hè, dus naar een bosomgeving. Alle goede bedoelingen ook. Een stad kan alleen maar vooruit als het respect heeft en waardering heeft voor de geschiedenis waar ze vandaan komt. En als je die identiteit kunt koesteren. En als ik ga kijken naar gemeentes als Genk, maar ook als ik ga kijken naar waar de culturele hoofdstad in Duitsland rond Essen is geweest. Als je ziet hoe dat cultureel erfgoed van de mijnen. Daar is men trots op. En ik denk ook dat je zou kunnen zeggen, door die enorme snelheid waarmee de geschiedenis van ons is weggegumd. Dus niet is achter ons gelaten, maar echt is weggegumd. Weggerukt is, dat het de mensen in verwarring heeft achtergelaten. Terwijl je, ik denk dat je, als je dingen had laten staan, en dingen een nieuwe plek had gegeven, dat mensen iets hadden kunnen hebben. Dit is de geschiedenis, maar we blijven herkenbaarheid voor de mensen. Herkenbaarheid, identiteit. Zeker in een wereld die zo dicht bij elkaar komt staan, is identiteit, lokale herkenbaarheid enorm van belangrijk. Het geeft ook een soort gevoel van trots, gevoel van saamhorigheid, maar wel zorgen voor nieuwe invulling. En ik denk wat dat betreft dat de vernoeming van Heerlen, die zeg maar, mensen met de beste bedoelingen hebben opgepakt, te snel is gegaan. En ik denk dat als je gaat kijken naar hoe steden het op dit moment doen, vooruitgaan, vernieuwen, maar tegelijkertijd respect hebben voor die oude herkenbare artefacten, zou je kunnen zeggen. Want dat is dan de term die men dan vaak voor gebruikt. Ja, ik denk dat voor veel meer, dat uiteindelijk veel duurzamer is en veel beter is voor je stad en de betrokkenheid bij je stad. Dat denk ik ook. Paul, tot slot even. Je had het net al over voetbal. Dan had je het over Rode JC. Maar die zijn natuurlijk niet vertegenwoordigd op de Olympische Spelen. Nu zijn de Olympische Spelen gaande. Ja. Heb je daar iets mee? Heb je iets met sportdienst in het algemeen? Buiten Rode JC? Ben je sportliefhebber? Ik ben een enorm sportliefhebber. Ja, ik heb enorm veel aan sport gedaan. Ik vind sport ook heel erg leuk. Toen ik wethouder kon worden, toen moest ik een portefeuille aannemen van mijn voorganger. Maar toen ik 2 jaar later zelf mocht kiezen, was het eerste wat ik ook zei, ik wil sport als portefeuille. Want sport is zoiets moois. Het verbindt mensen met elkaar. Vrijwilligerswerk, verenigingen. Het geeft tegelijkertijd ook iets van strijd, van wie wint er. Ja. Maar tegelijkertijd, na afloop, zijn we allemaal meer vrienden met elkaar. Ik vind het een van de mooiste dingen en een van de leukste dingen om te doen en om naar te kijken. Ik heb jarenlang zelf gebasketbald. In Eindhoven, naderhand ook nog in Nijmegen. Toen ik wethouder werd, kon dat niet meer, omdat je dan in een teamsport lastig is. Toen ben ik gaan hardlopen, Nijmegen als loopstad. En nu ik weer in Zuid-Limburg zit, heb ik de fiets weer ontdekt. En dat is zo ontzettend mooi en zo ontzettend leuk. En laat ik zeggen, het is gezond, het zorgt voor betrokkenheid van mensen, het zorgt voor identiteit. Als ik ook mijn kinderen zie bij de voetbalclub of bij de hockeyclub, als ik zie hoeveel mensen daar actiever zijn. Sporten is, leven zonder sport kan ik me niet voorstellen. En dus kijk ik ook met heel veel plezier naar de Olympische Spelen. Nou, fantastisch. Ja. Het was een eer dat je vandaag was, Paul. Bedankt je. En we hebben de volgende artiest. Die heeft iets te maken met, laat ik maar zeggen, met mijn verleden. Want ver voordat jij burgemeester had, was er al in de Oostelijke Mijnstreek was er een heel bekende zanger. En die zanger die heette Heintje.
En dat was een jeugd, hè. Dat was een idool, dat was een held in Duitsland. Maar wij hebben een nieuwe held gevonden. En die jongen die komt gewoon uit Nederland. En die jongen die heet Gino Graus. En het rare is dat je nu een medley gaat zingen van onze held, Hentje. De Hentje medley. Uw aandacht voor Gino Graus. Ich baute ein Schloss, so wie im Märchen. Da wohn ich mit dir, dann ganz allein. Ich baute ein Schloss, wenn ich einst groß bin. Da kannst du dann froh und glücklich sein. Sollst doch nicht um deinen Jungen weinen, Mama. Einst wird dein Schicksal wieder uns vereinen. Ich werd es nie vergessen, was ich an dir besitze, dass es auf Erden nur eine gibt, die mich so heiß hat geliebt. Met de Hentje Melody. Ik heb een bijzondere gast aan tafel zitten. De huisbioloog van Center Parks. Jean. Ja. Dank dat ik hier mag zijn. Nou, heel graag. Want ik ben heel leergierig. En ik weet eigenlijk niks wat een huisbioloog nou bij Center Parks doet. Vertel het even heel in kort. Ja, in de kort kan ik mijn hele verhaal niet kwijt. Maar ik bouw bij Center Parks en ik hou biotopen in stand. Waar duizenden mensen op vakantie komen. Ik doe dat niet alleen hier in België op Erpenheide en Vossemeer. Ik doe dat eigenlijk door heel Europa heen. En ook niet alleen voor Erpenheide, maar ook voor de verschillende merken van Pierre Vacances. We hebben zo'n 450 verschillende adressen, meestal vakantieparken. En een aantal hotels waar ik alles wat groen en leeft voor aanleg, ontwerp en beheer. Ja, dan moet ik je misschien een beetje beledigen, maar toen ik hier binnenkwam, ik zag hier zoveel groen. Ik denk, ja, dat zal wel allemaal kunstmatig zijn, want dan kun je het eraan voelen. Het zijn verdomme echte planten, hè? Nee, het enige kunstmatig wat ik hier zie, en dat heeft TV Limburg ook nog meegebracht, dat is het plantje hier op tafel eigenlijk jammer. Ja, nee, dat hoort niet bij ons. Alles wat je ziet, wat groen is, dat is bij ons normaal echt. En dat wordt ook vanuit een bepaalde passie die ik in me heb
ontwikkeld en gekoesterd eigenlijk. Ja, die passie die straalt er vanaf. Dan moet ik eerlijk zijn, dat was me duidelijk in het voorgesprek al. Maar wat ik wel een beetje vreemd vind, meestal zijn biologen, dat zijn ook mensen van het milieu. Jij hebt je geassocieerd met Centerparks. Dat is soms een beetje tegenstrijd, denk ik dan. Ja, dat is jammer dat je dat zo voelt, want dat is eigenlijk helemaal niet zo. Het sterke van Centerparks is dat wij voor honderdduizenden mensen, voor miljoenen mensen eigenlijk op jaarbasis een vakantie in de natuur aanbieden, zonder de natuur schade toe te brokkenen, maar eigenlijk de natuur nog te verrijken. Als je naar dit park kijkt bijvoorbeeld, dit park ligt op een 55 hectare grootte. En daar komen per jaar 400.000 mensen op bezoek op 55 hectare. Terwijl het buiten, als je rondkijkt, heel groen, heel natuurlijk en heel erg variabel is. Als je kijkt wat hier leeft, aan dieren, aan planten, aan vlinders. En dan is dat heel erg verwonderlijk dat dat kan op een plek waar duizenden mensen het hele jaar door hun vakantie vieren. Ja, want die diersoorten, je hebt me verteld over die eekhoorns. Vertel het even naar Limburg, daar was ik helemaal verbaasd over. Ja, op dit park van 55 hectare grootte leeft een eekhoorntjespopulatie van ongeveer 600 stuks. En dat is, als je naar de buurbossen om ons heen kijkt, is dat eigenlijk een populatie zijn die op normaal op 500 hectare leeft. Maar die kunnen hier op dit park overleven. En eigenlijk zijn wij ook de broedkamer voor de eekhoornpopulatie in een vrij grote straal om ons heen. Dat komt omdat onze bossen heel variabel zijn opgebouwd. Toen wij dit park hebben aangelegd, was het een heel monotoom dennenbos. Een dennenbos waar bomen werden gekweekt die later voor de mijnbouw zouden gebruikt worden. En ik heb van dat bos ongeveer 90% door de jaren heen weggekapt, langzaam weggekapt. En allemaal nieuwe soorten inheemse planten voor teruggebracht. Je gooit verschillende soorten eiken, beuken, elzen, essen, iepen. En die zorgen ervoor dat je dus het hele jaar door een groot aanbod van voedsel hebt. Zodat ook grotere dierpopulaties niet steeds moeten migreren, maar op dit park rust kunnen vinden en van daaruit een broedkamer gaan vormen. Zo, wat mij ook verrast heeft, en ernstig verrast heeft, hier de huisbioloog, die heeft persoonlijke contacten met Fidel Castro. Dat moet je toch ook eens nader uitleggen. Een van de mooie dingen van mijn job is dat ik naar een aantal jungle reizen maak per jaar. Voor alle nieuwe projecten die wij doen, zoek ik alle tropische bomen, dus de exotische bomen, die wij in die koepels, in die glazen domes houden, die zoek ik altijd zelf uit. En dan zit ik of in Brazilië of in Cambodja of door de hele tropische wereld heen. Ook heel veel in Afrika geweest. En op de reis die ik gemaakt heb voor de aanleg, voor het zoeken van de bomen van dit park, ben ik in Zuid-Amerika, Midden-Amerika en in Cuba geweest. Omdat die bomen die ik in de jungle verzamel, die worden dus echt handmatig uitgegraven. En die zijn ooit 3-4 weken onderwegen voordat dat ik in een haven kom. En die moeten ergens een klein beetje kunnen recupereren voordat we die in een container kunnen laden en dat die op reis kunnen gaan. Voor dit project zou dat in Cuba plaatsvinden, in Havana. En ik was in Havana en ik had daar een hele hoop vergunningen voor nodig om dat te mogen doen daar. Ik ben dus redelijk intensief in contact gekomen daar met het ministerie van Landbouw. En ik werd er op een dag gewoon opgepakt en verplicht om in de botanische tuin, de privécollectie van Fidel Castro zelf, mee te werken aan, er was een palmziekte die ze hadden, waar zij geen raad mee wisten. En er waren een aantal van de hele zeldzame palmen van die collectie, die waren al doodgegaan. En ik werd dus verplicht een oplossing te zoeken voor dat probleem van die botanische tuin. En dat is mij gelukt. Ik heb dat ook met heel veel plezier gedaan. Want ja, ik hou me niet zo erg met die politieke toestanden van Fidel Castro bezig. Ik keur het allemaal niet goed. Die planten ook niet, dus dat maakt allemaal niet uit. En die planten ook niet. Maar ik voelde me heel erg betrokken. En ik vond het ook heel interessant om daaraan mee te kunnen werken. En ik heb daar 10 dagen aan gewerkt. Dat is heel goed gezaagd. En toen heb ik als dank van Fidel zelf, van hem persoonlijk, een boom gekregen die eigenlijk origineel uit zijn geboortedorp kwam. Ja, die boom was toen 30 jaar oud en die heb ik mee, met mijn hele collectie meegebracht. En die staat hier nu op Erfwaarde. Een Enga. Hebben jullie die ingelijst? Want dat is een fantastische jongen uit Mazeik die bij Fidel Castro een boom gaat ophalen. Zo, dat is toch fantastisch. Hebben jullie die hier staan met een bordje bij? Of kunnen ze die herkennen? Zelfs dat niet. Ik ben heel gefascineerd door hetgene waar ik mee bezig ben. En ik draag dat misschien een beetje te weinig uit. Hier in ieder geval niet hoor. Dat kan ik je garanderen. Ik doe mijn best. Ik heb ook nog gelezen van jou. Je hebt ooit een boom in coma gebracht. In Cambodja. Ja. Dan zal die zo nog wiet erbij roken. Hoe breng je nou een boom in coma? Nou, ik breng bijna alle grotere bomen in coma. Want de bomen, zoals ik net al vertelde, die reizen met boten. En die zijn tussen de 4 en de 9 weken onderwegen, dan zitten die in een zeecontainer zonder water, zonder licht, zonder enige verzorging.
En je moet je voorstellen, dat transport van die bomen kost ook heel veel geld. Dus ik laat zoveel mogelijk bomen in die container, want ook mijn budgetten zijn een beetje beperkt. Om zulk een boom dat te laten overleven, dat zou nooit kunnen. Stel jezelf voor dat je met een slaapplantje bij jou en de auto 2 weken rondrijdt en je kofferbak open, blijft niks van over. Dus ik moet die boom in een vorm van rust brengen. En daar heb ik zelf een proces voor ontwikkeld. Daar ben ik al 35 jaar mee bezig. Daar werk ik nog elke dag bijna aan. Dat we die bomen injecteren met een vorm van latex, waardoor een sapstroom volledig stil komt te liggen en die bomen een rusttoestand kent, die eigenlijk met een... Als je dat moet vergelijken met mensen, er bestaat geen naam voor, een soort bomencoma heeft. En dan kan ik met die boom eigenlijk doen wat ik wil. Dan is hij redelijk ongevoelig voor temperaturen, dan verdampt hij geen water meer, dan heeft hij geen licht nodig. Zo, dat heb je ook gedaan met die boom wat je wil. Je hebt er wortels afgezaagd, bladeren afgezaagd. En die zijn apart hier naar Europa gekomen. Dat vond ik toch ook heel bijzonder. Ja, dat was een hele zware boom. Het was een boom die aan een oud klooster stond in Cambodja, aan de Mekongrivier. En die vanuit de erosie van de Mekong in de rivier gevallen was. En die woog 30 ton. En we hebben met een aantal monniken en plaatselijke mensen die boom in 2 dagen tijd naar boven gehaald. Gesnoeid, geamputeerd eigenlijk, zodat die paste in een container. Maar de boom was zo oud, hij was 513 jaar oud. Hij zou dat zelf niet meer overleven. Toen heb ik een aantal bladeren en takken met het vliegtuig met mezelf meegebracht. Die boom is 9 weken lang met de boot onderweg geweest. En ik heb het hier weer terug op elkaar geënt. En het is heel goed gelukt, want hij heeft al 4 ton bladgroen aangegooid. Nou, dus, ongelooflijk. Ja. Zeg, naast het werk wat jij doet hier voor de Centerparks, heb je ook nog taken, en zeer belangrijke taken heb ik laten vertellen, bij de Floriade, de grootste groene beurs die er is in de wereld. Ja. Wat is jouw taak daar precies? Door de expertise die wij als Centerparks hebben, want ik wil dat niet naar mezelf toe halen, maar die wij als bedrijf hebben met het creëren van tropische jungle milieus eigenlijk, en dat op een hele natuurlijke manier te doen, zijn we door de Floriade ook gevraagd om daar de tropische kas, de tropische plantencollectie, zo bij elkaar te brengen op een duurzame manier, op een goed gebruikte manier. En vanuit die expertise heb ik dus het tropische hart van de Floriade uitgetekend. En dat beheer ik nu ook nog. Je had een beetje een rode lijn getekend, heb ik laten vertellen. Dat noemden ze dan de storyline. Ja, ik begin als ik zelf iets ontwerp, begin ik altijd met een verhaal. Ik kan altijd een verhaal schrijven zodat ik iemand uitleg wat ik wil, wat ik ga doen en tot wat dat gaat leiden. En het verhaal van de tropische kas op de Floriade is de storyline van de juwelendoos van de schepper. De schepper van het leven, en verder wil ik daar niet religieus op ingaan, die heeft een eigen juwelendoos en daar bewaart hij de mooiste dingen van zijn schepping in. En die heb ik dus van over de hele wereld bij elkaar gebracht. En wij als mensen mogen 1 keer, maar dan echt maar 1 keer in je leven, in de juwelendoos van de schepping lopen. En daar de meest exotische en de meest unieke dingen gaan ontdekken. Nou, tot slot nog maar even een ding wat je ook doet, want het zou te veel zijn om alles op te noemen. Je maakt ook nog educatieve programma's die je uitzet. Ja, ik schrijf zelf. Ik hou zelf een blog bij waar ik 3 keer per week een artikel over plaats. En dat mensen proberen te triggeren om anders naar de natuur te kijken. En dan kan je bijvoorbeeld lezen van of een konijn zijn grootmoeder kent, ja of nee. Of een konijn zijn grootmoeder kent. Ja, want dat is voor mij als bioloog een hele essentiële vraag. Maar als ik dat aan de mensen om me heen voorleg, weet daar niemand een antwoord. Het gemiddelde konijn ook niet, denk ik. Ja, dan moet je mijn blok een keer lezen. Of als een boom, als je die verplant, heeft hij dan heimwee, ja of nee? En vindt een koe, de koe waar ze naast op de stal staat, altijd wel even leuk? Of hebben die ook wel een keer ruzie met elkaar? En slapen vissen? Het zijn allemaal hele simpele vragen die mij als bioloog heel erg bezighouden, heel erg fascineren en waar ik heel graag mensen een antwoord op probeer te geven. En van daaruit, vanuit die passie die ik heb, probeer een stuk respect en een stuk interesse voor de natuur bij te brengen. Heerlijk om te doen. Zo, en die bomen in dat zwembad, dat lijkt me toch ook geen genoegen voor die planten met al dat chloor. En hoe heb je dat opgelost? Ja, chloor hebben we heel weinig in het zwembad, maar het is er voor een boom niet altijd even aangenaam om te groeien in een klimaat waar het constant 30 graden is. Want dat is het nergens op de wereld, zelfs in de tropen niet. Maar het is zo, overal op de wereld groeien planten. Van het noorden bijna tot aan de Noordpool tot bijna aan Antarctica groeien bomen. En niet alle plaatsen zijn even geschikt. En dan is het de kunst om een boom te begrijpen hoe natuur in elkaar zit en dan positieve en negatieve dingen zo aan elkaar uit te wisselen dat een boom die plek accepteert en daar goed verder kan groeien. Ja. Want als ik bomen vanuit de tropen naar hier al, vanuit de jungle, dan heb ik daar een verantwoordelijkheid voor. Als ik de beslissing neem dat iets wat daar door de schepper
neergeplant is en ik ga beslissen dat dat naar hier moet komen, ben ik daar verantwoordelijk voor. En dat lukt ook heel goed. We hebben een uitvalpercentage van 1 per 1000. En de meeste bomen die ik in de jaren, begin jaren 80 geplant heb, als kleinere dingen, dat zijn nou echt jungle-achtige bomen geworden. Dus zo, je moet de natuur begrijpen, dan kan je er veel mee doen. Tja, ik ben helemaal overtuigd. Dank je. Bedankt dat je hier was. Dank je. We gaan nu naar een ander park van Center Park, de Vossenmeren op Lommel, 25 kilometer afstand van hier. Heb je daar ook nog een connectie mee, buiten de planten? Ja, in de Vossenmeren hebben we pas een spectaculaire glijbaan gemaakt. En binnen Center Park doe ik alle ontwerpen eigenlijk die impact hebben op de natuur. Dus de vorm van die glijbaan, waar die trap komt, waar die start enzovoort, dat bepaal ik zelf, want dat heeft een impact in mijn natuurlijk biotoop. En het is een spectaculaire glijbaan geworden, dat kan je zien. We gaan het onderzoeken zo. Nogmaals bedankt dat je hier was. Graag gedaan. Fantastisch verhaal. Maar we gaan dat natuurlijk niet zelf onderzoeken. Daar hebben we ons proefkonijn voor. Uw aandacht weer voor Patrick Smeets. Ik heb natuurlijk al gezwommen in Erperheide. En dat was erg leuk en soms ook wel spannend. Maar ik wil toch nog iets meer. En dan heb ik gehoord dat ik hier moet zijn, in de Vossenmeren. Want hier is een glijbaan. Dat moet echt wereldschokkend zijn. Je ziet hem hier al omhoog gaan. Gaat dat helemaal in het topje van het ding. Dus ik ben een klein beetje angstig nu al. Maar we gaan dadelijk kijken wat het is ten eerste. En dan hoe het voelt om erin te gaan. Ja, ik sta hier met Christophe Saalmans. Zwembadmanager, hè, mag ik wel zeggen. Ja. Christophe, zo'n nieuwe glijbaan, hè? Hoe lang ben je daar nu mee bezig om zoiets te maken? Hoe lang doe je erover? Nou, dat project dat is toch al gedurende enkele maanden. We zijn nu 30 juni zijn we live. Je kunt toch al denken dat in mei zijn de constructies van de trap die je aan de binnenkant zult zien. De uiteindelijke uitvoering van de glijbaan, met het construeren van de glijbaan, ja, anderhalve week, 2 weken. Anderhalve week, ja? Ja, anderhalve week echt intensief werken. En dan heb je dit resultaat. Maar moet je dat zwembad dan dichtgooien of probeer je dat dan toch te vermijden? Ja, het zwembad was gesloten voor de periode, omdat je kunt niet permitteren dat werkzaamheden en tegelijkertijd gassen in het zwembad. Dat gaat niet, veiligheidstechnisch is het totaal niet mogelijk. Mm. Maar het park was toen ook gesloten, dus we hebben er gebruik van gemaakt van de parksluit om ook de glijbaan te plaatsen. Hey meneer, u bent net in de glijbaan geweest. Was het heel spectaculair? Het was behoorlijk spectaculair, ja. Ja? Ja, vond ik wel. Bent u een glijbanenfan? Wij zijn een ontzettende glijbanenfan, ja. Wij doen eigenlijk alle parken af en we pakken alle glijbanen. Oh, serieus? Ja, dus u bent echt kenner? Wij gaan ze echt allemaal af, ja. En hoe zou u deze waarderen op de schaal van 10? Nou, hij heeft voor mij wel een 7. Ik vind die binnen vind ik zeker net zo snel. Het gaat net zo snel? Ja. Nog wel sneller. Alleen het einde is hier een stuk mooier, ja. Dat maakt veel goed? Ja, het is onverwachts. Heel onverwachts. Ja. Goed, ik laat me verrassen. Ja, dat zou ik me doen als ik jou was. Ja, graag gedaan. Hoor. Door de lengte en vooral het water in de tol. Er zijn 2 punten. Je vertrekt boven in de glijbaan en daar is er een waterstraal. Dus daar gaat er een x-aantal kuub water al door. Anders glij je niet naar beneden. En hier wordt er nog extra water bij gedaan om eigenlijk je snelheid te kunnen garanderen. Dat je een paar keren rondgaat in de tol. Dus er moet extra water bij. Absoluut. Dames, jullie zijn net in de glijbaan geweest. Viel het mee, viel het tegen? Het viel mee. Het was leuk. Ja, het was leuk. Maar super spectaculair. Ik heb nog nooit zo'n glijbaan gehad, dus het is wel leuk. Maar super spectaculair, ja. Ja, je verwacht niet wat, je weet niet wat komt, maar... Als je er eenmaal 1 keer bent ingeweest, dan ben je het wel gewend. De eerste keer is het spannend, ja, spectaculair. Maar de tweede keer, dan weet je hoe het gaat. Hè, dus, dan... dus jullie denken, dus de eerste keer is echt de allerbeste keer die je hebt. Dus dan moet je gebruik van maken. Want daarna wordt het nooit meer hetzelfde. Nee, ja. Ja, toch wel. Heb je nog tips voor me als ik erin ga? Verstand op nul en laat gaan. Ik zal er toch een keer in moeten, dus daar gaan we. Oké, het vervelende gedeelte is achter de rug. We zijn boven. En na het zuur komt het zoet.
Ja, dan kan ik zeggen, dat is niet tegengevallen. Maar de andere glijbanen hier, die moeten ook goed zijn. Dus die ga ik nog even proberen. Ik ga even verder. Tot de volgende keer. En dan gaan we er nu heel even uit in de herperijden. We gaan naar de reclame. Maar blijft u vooral kijken, want na de reclame is er onder andere een interview met de nieuwe jeugdster Gino Graus. Dit programma werd u aangeboden door Centerparks.